zaaien, verzorgen en oogsten. Je herkent hem waarschijnlijk direct. Ik sta op onze wereldberoemde Keukenhof. Ik heb hier vandaag gesproken voor de Flora de Veilingen en de rozenkwekers. En nu ben ik heerlijk hier buiten. En ik vind het weer zo'n beeld, ploegen zaaien, goed verzorgen en oogsten. Iedere bloem is begonnen met een bolletje, een zaadje, een struikje, een takje. Een idee, daar komt het eigenlijk op neer. Een idee zorgt dat de grond vruchtbaar is. Dat je mentale grond vruchtbaar is. Dat je in de rust bent. Dat je dan ideetjes kan planten. Dat zaadje wat je plant. En als je dat dan goed gaat verzorgen, zoals je hier achter me ziet. Met goede aarde en water wat stroomt. Allemaal als beelden van een visie die je hebt. Een missie die je voelt. Een zaadje die je plant. De plannen die je gaat uitwerken. En dat het dan uiteindelijk een realiteit wordt. Een schitterende realiteit. Een schitterend gebeuren. Waar je zelf middenin kunt staan. Waar je zelf en de wereld om je heen kan genieten. En vooral die wereld om je heen. Als je dingen maakt waar andere mensen gelukkig van worden. Vandaag hoorde ik dus dat er komen een dikke miljoen mensen in 8 weken tijd. Per week meer dan 100.000 mensen. De Rozenshow 120.000 deze week. Allemaal met liefde gecreëerde producten. Waar mensen enorm van genieten. En dan creëer je win-wins en iedereen succesvol wordt. Ja, ik krijg daar gewoon een heel warm en fijn gevoel van. Dus hoe ploeg jij? Hoe zaai je? Vooral hoe verzorg je en hoe oogst je? Dat verzorgen wordt vaak vergeten. Het is echt dus ploegen, zaaien, oogsten. Eigenlijk levert dat nog niet veel op. Zonder een goede verzorging van jezelf en je omgeving krijg je niet de oogst die je ongetwijfeld verdient. Ik wens je een mooi circuit van ploegen, zaaien, verzorgen en oogsten.